Henk, een 0-2 overwinning bij Cambuur. Voor mij was daar niets op af te dingen. Nee, maar ik denk dat we heel goed waren vandaag, moet ik zeggen. Waar lag dat aan? Ja, waar lag dat aan, weet ik niet. Ik denk dat we sowieso heel goed informatie stonden en heel goed de taken uitvoerden. Daardoor gaven we eigenlijk helemaal niks weg en dan groei je in de wedstrijd. En dan word je beter en beter en op een gegeven moment is het niet meer te houden voor. Toen ik je woensdag sprak voor ADO TV, hadden we het ook over dat positieve gevoel. Daar was een overwinning voor nodig. Is dit dan precies wat de ploeg nodig had? Nou, dat moet natuurlijk blijken. Kijk, dat moeten we de aankomende weken en weken kunnen laten zien. Maar ik denk wel dat dit een uitstekend begin is nu voor ons. Voor jou persoonlijk ook lekker, want je maakt een schitterende goal. Vertel eens. Ja, zoals je gezien hebt, was het een leuke goal, ja. Natuurlijk is het balen dat de eerste momenten in de eerste helft niet goed ging. Dat is natuurlijk wel zonde, dan kan je de ploeg al op 1-0 zitten, dan kan je de ploeg al helpen. En dan ben je blij dat die wel de tweede helft zo binnen gaat. Ook mooi vandaag, je houdt de 0 weer eens. Ja, dat zeg ik al. We geven gewoon heel erg weinig weg als we zo vanuit formatie blijven spelen. Dat is voor alles natuurlijk uitstekend. Biedt deze wedstrijd dan vertrouwen voor de volgende wedstrijden of moeten we hier nog niet te veel conclusies over trekken? Nou ja, vertrouwen wel. Alleen we moeten wel natuurlijk doorpakken nu. En hoe gaan we dat doen? Door op dezelfde manier verder te gaan en op dezelfde intensiteit en op dezelfde manier de taak uit blijven voeren. Ja, dat is de manier, denk ik. Dan tot slot, je 20e. Nou, die topscorerstitel, die zit er toch echt wel in dit jaar. Ja, nou, dan moet ik wel die eerste kans maken. Kan niet alles hebben, Henk. Je kan niet alles hebben.